Welkom, vandaag neem ik jullie mee naar de Burton Factory Meeting. Het evenement wordt gehouden in Zutphen en wordt georganiseerd door de Burton 2 CV Parts. Burton 2 CV Parts is een bedrijf wat zich inzet voor het leveren van hoogwaardige onderdelen en accessoires voor de 2 CV en de andere klassieke Citroëns, zoals de Diana, de Mahari en de Amy. Het evenement is bedoeld voor Citroën klassiekers. Het begint om 12 uur en zal om 5 uur afgelopen zijn. Om 1 uur is er een rondleiding, om 2:30 is er een rondleiding en om 4 uur is er een rondleiding. Er zijn kraampjes, muziek en eten en technische demonstraties. Ook kan je deze dag een rondje meerijden in een echte Burton. Het evenement is gratis voor de deelnemers en voor de bezoekers. Ik hoop dat we een hoop leuke en interessante dingen gezien. We gaan nu rijden en we zien jullie daar. Hoi! Zo, we zijn aangekomen bij de Burton Factory Meeting. We gaan even lekker rondkijken.
nee, totaal niet. Oké, sorry, we zijn hier. Thank you.
Marketingterm is big boy. Big boy, ja. De revisie zou zeggen derde hoofd. Oh ja, derde hoofd. Echt? Dat is een stilte.
Dit, nou, wat is dat? Ik wilde net gaan zeggen. Dit is wat iedereen het mooiste deel van de organisatie vindt. Daar wordt het geld verdiend aan de andere kant, wat ik zei. Dus dat is waar de pakketten de hele wereld over gaan. Maar hier zit de expertise. Dit is het gedeelte van het bedrijf waar MCC, Mihari Club Cassis, ons voor gekocht heeft. Dus de expertise die hier zit, die hebben ze nergens anders. Weten hoe je van een oud blok weer een nieuw blok kan maken. En naarmate dat merk ouder wordt, wordt dat oude blok steeds slechter. Dat slijt en dat slijt en slijt verder wel steeds slechter. En toch weten ze er hier nog steeds iets goeds van te maken. Dus wij kopen zoveel als we kunnen oude onderdelen in. Dat wat nu misschien nog niet goed genoeg is, wordt ver weggestopt. Maar dan kan over 10 jaar best het beste zijn wat er te krijgen is. Als je wil reviseren, dat is een beetje inherent aan reviseren. Dat maakt het zo moeilijk. En naarmate we steeds verder weggaan van die verbrandingsmotor, steeds meer elektrisch gaan, zijn er ook steeds minder mensen die de kennis hebben. Prima. Zeker niet omdat je dat ook op iemand vanuit die vanuit een wordt op de monteursopleidingen gedaan. Die hebben eigenlijk helemaal geen ervaring. Dan krijg je ook helemaal geen training meer. Hoe werk je met deze auto? Die vragen zich af waar zit de stekker. Ja. Dan de maat van afstelling klopt niet meer. Oké. Waarom je moet alles uitschimmelen hier, dan heb je dit. Dit jaar moet gebruiken om die speling op te maken. Ja. En dit komt achter die andere as. Kondruk die twee tanden, omdat deze zijn gewoon man en vrouw. They are married for life. They are married for life. They will never, if this one has problem, you have to throw this one. Yeah. Deze kapot is. Ik moet ook zo'n testen dat ze ja. Ik ga gewoon meer proberen en doen. Ik vind het spijt dat je die motor moet wisselen, dus mobiel te bewerken. Ja, pakken en wisselen en zo. Stuur maar een mailtje. Dan, ja, ga ik doen. Ja, ik kan deze nog even een keer aanslingeren even voor de voetgap. Ja, ik kan meer niet doen. Ja.
een ritje maken in een beurton. Ik ben heel benieuwd. Je mag dat losmaken en hierop gaan zitten of gewoon deze kant voor die kant en je kunt hem naar beneden gooien. Moet ik hier gewoon op gaan staan? Ja, gewoon op gaan staan. Het is een auto, hè? Het is een auto. Ja, maar ja, het is niet mijn auto. Kijk, dit is geen auto voor de poetsen. Dat. Hij is ook wel beschadigd. Kijk, mijn vrouw stapt erin. Oh ja. Lukt dat? Zo, nou, daar gaan we dan. Kan we neerzitten? Neerzitten, ja? Er zitten twee dicht. Twee dicht? Oké, dat is goed. Ja, dat komt helemaal goed. Rustig rijden op. Nee hoor, rijd maar gewoon lekker wild.
helemaal geweldig. Helemaal lekker. Ja, super. Goed geluidje erin. Ja, echt top. Geniet met de Ook hoeveel kracht heeft die cabrio heeft. Nu alles groeit net gemaakt. Hij is gewoon net een beetje in komen. Ja, dat is gewoon prima. Ja. En gaat ook blassen. Ja. Nou, dit was dan weer de Burton Factory Meeting. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij gaan weer naar huis. Hoi.